Goedemorgen, Greta. Wat is dit? Niet iedereen is even opgeruimd van karakter. Elisa Lamy is dat wel. En ze helpt anderen bij het opruimen van hun huis. En dat gaat met structuur en niet met de Franse slag. Dit is een mooi voorbeeld van hoe mensen omgaan met hun spul. Ze gebruiken de spul als geheugensteuntje. Dus een shampoofles op de aanrecht als herinnering. Dit moet ik nog kopen. Greta van Buren heeft een druk bestaan met een eigen bedrijf. Het huis krijgt dan wat minder aandacht. Ze heeft de hulp ingeroepen van een opruimcoach. Ik merk dat ik verzand in dingen. Dus dat er heel veel troep om me heen ontstaat. Waar ik eigenlijk geen raad mee weet. En als ik dan moet gaan opruimen, dan duurt het ellenlang. En dan heb ik het idee dat ik alleen maar loop op te ruimen. En dan hoef je eigenlijk je niet zorgen te maken over waar moet het allemaal. Dat wordt nu eerst gesorteerd. Dat is de basis. Dus het is beter te werken met kleine stappen en één plek om te beginnen die eigenlijk snel op te ruimen is. Ordening brengen. Bijvoorbeeld met een sorteersysteem met kratten. Dit is ook voor de keuken, dus dat mag ook in de krat hier. En als er één plek opgeruimd is, volgen er meer. Zodat uiteindelijk alles door een ringetje te halen is.